Hans Veldhuizen, zelf ondernemer en altijd kijkend naar ondernemingen waar je in kan deelnemen. Je hebt hier gezeten bij in ieder geval de laatste twee sessies van de wearables. Ja. Je kwam hier net het podium op omdat je het Tinitel interessant vond. Hoe kijk jij daarnaar? Wat vind je daar interessant aan? Tinitel is de manier waarop zoiets, alsof het ware een soort game device is, hè, voor kleine kinderen. Ja, daar, het heeft GPS in het. Ze kunnen met één druk op de knop bellen. Ik als ouder zou mijn kind kunnen bellen en zeggen van, het is tijd om te eten, kom naar binnen. Vind ik een prachtige toepassing. Ja, dat is echt iets waarvan ik denk, oké, ik ben net grootvader geworden, dus dan ga je over dat soort dingen nadenken. Dat vind ik een hele goede toepassing. En kijk jij altijd naar dingen die dichtbij je staan? Ja, ik kijk naar dingen waarvan ik denk, zou ik ze gebruiken? Is het functioneel voor mij? Iets anders wat ik gezien heb, dat was Feeds. Dat vond ik ook fantastisch. Die hebben een ronde geclosed, dus daar gaan we niet in investeren. Nee, wel, dat was de 3D-printing in de volgende. Ja. Wel in de volgende ronde, zeiden ze. Maar dit vind ik ook een product wat mogelijkheden heeft, waarvoor de basisinvestering niet echt groot hoeft te zijn. Maar wat een leuke return op kan leveren uiteindelijk. Omdat ik denk dat het een product is wat zeker in de markt succesvol kan zijn. Ja. Ga je nog meer van dit soort sessies bezoeken vandaag? Ja, ik doe alleen maar dit soort sessies. Want ik vind het leuk, die pitches van startups. De grote panels zijn mij te druk. En ik hou niet van lange rijen. Dus dit zijn echt super interessante presentaties hier.